hoor. Stefan Enkel hebben al het werk gezien. Steve Vogel speelt Eerlings en Haller. En daar gaan ze weer. Oh, Haller! Wat ging hier snel voor? Dat was een hele vreemde plaats. Dat ging heel erg terug met alle verdere positie. En dat is daar waarschijnlijk. Wat zat daar het snelheid in die wagen van Hummel door die ogen? En een stuurmansgust. Dat mag je rustig even melden. Ballons draait op dit moment wel de snelste tijd. Acht deelnemers in totaal. 42-43 en Turbits met 41-3. En daar is Pauwels inmiddels door de joker. En ook Steve Vollers. Man, bro. Er is alleen Steven Enko. De joker nog verschuldigd en dat gaat spannend worden. We zijn vertrokken. Frans, Starber, Ebbers, Spelman. We zijn met kaas in deze race, in deze finale race. En hier is geen... Jazeker, tweede plaats in handen van Dimitri Stormer. Derde positie, Jacob Ebbers. Spelmans 4, Van Dijk 5, dat is de volgorde. Die nu lap 2. Dus op kop, vieren. En Dimitri Stormer komt wel erg dicht bij Frans. En ook Jacob Ebbers haalt aansluiting. Stormer draait snellere tijd. Stormer draait 16e sneller. Moet inlopen. Moet inlopen de Frans. Ebbers sluit aan. Christian Spelmans, 4:55 nog steeds rijden. Even kijken wat ronde 3, lap 3 nu gaat voor. Ebbers komt dichterbij. Jacob Ebbers probeert het. Ai, verliest daar wat vermogen in het Mullerzand. Jacob Ebbers dus. Wagen 4 op de derde plaats. 2, Dimitri Stormer, 69 aan de leiding. Hans Franks. Lap 4, nu aan de gang, dames en heren. Lap 4 dus. En het eerste 3. En bij de Tasselbocht komt daar Hans Franks. Hans Franks. 51,599. Stormen 41,53. Het is sneller, maar waarschijnlijk niet voldoende. Jacob Ebbers op de derde plaats, Spelman steeds 4. Ongewijzigde situatie ook van Robert van Dijk. Iets of wat gevaar opleveren voor de wagen van Hans Franks. Hans Franks, nu op weg naar de vlag. Hans Franks, ja! Winnaar Hans Franks, Stormen 2, Ebbers 3, Spelmans 4 en Verdijk 5. Franks dus de winnaar in de finale van de Formule Rally Racing Sprintcars. Hij had al 2 overwinningen op zijn naam. Dit is de derde en de allerbelangrijkste voor vandaag. Bijna helemaal klaar voor. In de pole position Hanse Smaal en... We wachten en daar is de start. De start van dit illustere zetting. Gierijs wordt een staaltje, stuurmankunst en lef. Gierijs van 3 naar 2. En dat ging ten koste van Sander Dirks. Verket op de... En Bjorn de Sluis aan. Er zit wat ruis op de lijn voor Bjorn helaas. En daar had Gierijs komt daar zeer dichtbij. Derde plaats, snelle tijd trouwens, 40-3. Je moet Verket, vierde positie en Alex van Rijn op de vijfde plaats. En zeer veel achterstand nu voor Bjorn de Sluis die op de zesde positie rijdt.
smalen nu in de derde lap. En kijk eens wat hier gebeurt. Waar is Sander Dirks? Van de voorsprong, wie het ook wilt zien. De smalen aan de leiding. En de enigste belager is Gierijs. Gierijs dus op achterstand gereden. Op dit moment als een smalen. Zeker op 1,2 seconden. Oftewel een metertje of 30. Verkept op de derde plaats. En daar hebben we de wagen van Alex van Rijn op positie 4. Sander Dirks en Björn Versluis. Die moeten nog komen. En Björn Versluis inmiddels naar de vijfde plaats. En dat betekent gewoon dat Sander Dirks eruit ligt. De strijd heeft moeten staken, om wat voor reden dan ook. En hier de race gewoon lekker doorgaat. Hans en Smalen op kop. Op achterstand inmiddels Gierijs. Alleen een goede fout maken is voor Gierijs wellicht nog een oplossing. Nee, dat zal Hans Smalen natuurlijk niet doen. Jeroen Verket op de derde plaats. En dan achterstand voor Alex van Rijt. Op de vierde plaats en Jeroen Versluis. Zijn we inmiddels ook bijna kwijt. Ja, helemaal zelfs. Twee wagens al uit de race, zoals dat heet. Vier wagens in de strijd. We zitten in lap 5. Het zijn de laatste meters. Hier is de finale vlag voor Hans de Smalen. En hij wordt de winnaar in deze finale. Totaaltijd 3.27, 3.68 voor de statistieken. Gierijs 2 met 3.36. Dat scheelt nog bijna 3 seconden. Verket gaat daar de derde plaats verzilveren. Met 3.39.8 en dan resteert ons nog de wagen van Alex van Rijt.